We zijn hier aan de Kanaalweg 12, onze nieuwste locatie binnen KP Holland. Dit is een voormalige tomatenkwekerij die we helemaal hebben omgetoverd tot een paradijs voor kalamgoe en kurkuma. Nou, mijn naam is Roy van de Knaap. Ik ben technisch directeur binnen KP Holland. En ik ben verantwoordelijk voor de energie, techniek en ICT binnen het bedrijf. Nou, KP Holland is een echt familiebedrijf. Ondertussen ben ik samen met mijn neef de derde generatie en hebben we het bedrijf overgenomen van onze vader en ooms. Sinds 2021 zijn we aan het roeien. Nou, een aantal jaar geleden waren we op zoek naar een stukje uitbreiding voor onze gewassen en teelt met kurkuma. Toen zijn we bij de buurman uitgekomen om eens een draadje te maken. Die was een tomatenkas van 3,5 hectare. Nou, dat paste voor ons perfect qua oppervlakte. Praatje gemaakt en uiteindelijk zijn we zover gekomen dat we ook het bedrijf mochten overnemen. Maar toen begon eigenlijk de grote uitdaging pas. Want hoe maak je van de tomatenkas een popplantenbedrijf? We zijn samen met Brinkman en met andere partijen aan tafel gegaan om te kijken van hoe kunnen we het inrichten, hoe kunnen we mee verder. Daarin kwam Brinkman zelf met hele goede ideeën voor een stukje hergebruik van de bestaande kas en de vernieuwing met de nieuwe installaties. Die combinatie daarin zijn wij er eigenlijk heel blij mee met wat daar het resultaat van is geworden. De uitdaging bij deze complete verbouwing is dat je te maken hebt met een bestaande kas. Hierin moet alles passend gemaakt worden. Met oog op duurzaamheid was het dan ook een grote uitdaging om te besluiten welke elementen we gingen hergebruiken en welke we niet. We hebben de kas geschikt gemaakt voor de teelt van kurkuma en van kalamgoe. Zo hebben we de watertechniek aangelegd om water te kunnen geven op eb- en vloedvloeren. Ons systeem kan tot wel 210 kuub per uur water op de vloeren opzetten. Het retourwater wordt allemaal opgevangen, opgeslagen in onze retourtanks en hergebruikt op onze eb-vloedunit. Voor het elite gedeelte hebben we een druppelinstallatie aangelegd. Deze staat compleet los van de andere installatie en heeft zijn eigen mengbakunit met zijn eigen mesbak. Nou, we hebben samen met de hele tuinbouwsector een best wel een grote uitdaging. 2040 daar, moet de tuinbouwsector CO2-neutraal zijn. Daarnaast hebben we uiteraard al aardwarmteaansluitingen, altijd dubbele schermdoeken, ledbelichting. Deze locatie maakt alles in één compleet. Om de kas naar een duurzame kas om te bouwen, hebben we veel aangepast. We hebben een gesloten watersysteem aangelegd, naastgelegen kas aangesloten op de WKK. Zowel elektrotechnisch als warmtetechnisch. De grootste uitdaging was de koppeling met de bestaande tuin hiernaast. Hiervoor hebben we water, elektra onder de weg met elkaar doorverbonden. Ook zijn beide locaties aangesloten op één WKK. Deze WKK levert genoeg warmte en elektra voor beide locaties. Door deze koppeling te maken is er geen overschot aan warmte en energie. Om de tuinen klimaattechnisch door te koppelen, hebben we deze locatie voorzien van de nieuwe Priva procescomputer. Op alle locaties gebruiken ze nu dezelfde systemen. Dankzij de koppelingen met de bestaande locatie van KP Holland is deze locatie helemaal duurzaam en futureproof. Nou ja, de samenwerking met Reo Brinkman die gaat al terug richting de jaren 80, 90, misschien zelfs al eerder. Want toen waren mijn vader en mijn opa hier al klant bij Brinkman. Ja, samenwerking voorop. Dus, het zit in onze kernwaarden binnen KP Holland, maar ook binnen Brinkman. En ik denk dat wij gewoon weer een hele mooie positie hebben om de komende jaren samen door te gaan.